Nou, we kunnen weer terugkijken op een hele succesvolle dag. We hebben vandaag 2 experimenten gedaan. Gisteren hadden we maar 1, vandaag hebben we 2. Een keukenbrand waarin de pan met vet in de brand raakte en brand die ontstond in de bank. De keukenbrand was met een deur open, want de persoon was gevlucht nadat hij de vetpan in brand had zien staan. En daar hebben we inderdaad ook echt een uitslaande brand gezien. Die was aan de achterkant. In de middag hebben we nog een brand gedaan in de woonkamer. En die is niet uitslaand geworden, die is uiteindelijk gedoofd. Nou, dat zijn interessante resultaten. Het zijn allebei branden die collega's ook zeggen, nou, die zien we regelmatig. Vandaag was ook bijzonder dat we de VIPS op bezoek hadden. We hadden vandaag mensen van het ministerie op bezoek, mensen van diverse organisaties waarmee we samenwerken. Er waren een aantal regionaal commandanten. Eigenlijk ook de mensen die dit onderzoek sponsoren, die zelf met eigen ogen konden zien wat wij allemaal aan het doen zijn. Maar ook wat we allemaal uit de kast getrokken hebben om dit allemaal te doen. En die ook weer met vol bewondering hebben gekeken hoe alle collega's van diverse disciplines hier hebben samengewerkt. Interessant was vandaag ook het NFI. Het NFI had vandaag ook een aantal sporen in de woning aangebracht en hebben gekeken van nou, zijn die sporen nou nog te ontdekken na afloop van de brand. Nou, en het weer vanmorgen was het redelijk. Vanmiddag hebben we echt stortregens gehad. Alle respect voor de collega's die daar toch weer als echte wikkels daar in die hoogwerker en buiten in de tuin, in die modderpoel, met die stortregens aan het werk zijn geweest. En even goed nog dat enthousiasme hebben gehouden. Dus wij hebben volgens mij hele mooie experimenten vandaag gedaan. Goede resultaten. Metingen zijn allemaal goed gelukt, heb ik begrepen. En nou, iedereen nogmaals weer heel erg bedankt voor de medewerking vandaag.